Ergens ver weg in Bethlehem stonden de os en de ezel. En wie ze daar toch tegenkwamen? Krijg nou wat, daar hebben we die nieuwe ezel. En die staat geparkeerd op mijn plek. Ja, kan ik er wat aan doen? Meneer Jozef hebben we hier neergezet. Oh ja? En wie bepaalt dat? Bepaal jij dat? Nee, dat zeg ik toch net. Meneer Jozef hebt dat gedaan. Dan ga je toch even aan die andere kant staan? Nee, dat gaat helaas niet. Ik sta vast aan deze paal hier met een touw. Kan je dat niet even losmaken dan? Wat denk je zelf? Daar zit een fikse knoop in hoor. Meneer Jozef is timmerman en die weet wel hoe je zoiets vast moet maken. En in dit geval ben ik dat. Nou, mooi is dat. Pikt hij mijn plekje in en ook nog eens een grote mond ook. En waar moet ik nou staan? Daar zo, aan de andere kant van die kribbe natuurlijk. Wat dacht jij dan? Ach, moet je eens kijken, er ligt een schattig poppie in. Hé hey joh, dat is geen pop. Dat is een echte baby. Die heb ik helemaal vanuit Nazareth hierheen gedragen naar Bethlehem. De stad van koning David. Ze zeggen dat het een soort van wonderbaby is die de hele wereld gaat redden. Nou, dat was dan een licht vrachtje. Ach, wat is die schattig en klein. Nou, vergis je niet hoor. Ik moest zijn moeder Maria natuurlijk ook dragen. Daar zat hij bij in de buik. Oh ja, dat zal wel. Maar moet je nou toch eens kijken. Wat een bijzonder kereltje is dat. Hij ligt gewikkeld in doeken, maar wel in mijn voederbak. Een kribbe noemen ze dat met een chic woord. Ja, dat zal wel. Maar waar moeten wij dan eten? Joh, maak je nou niet zo druk. Een dier leeft niet van brood alleen. Alleen, laten we wat dichterbij komen, want dat kindje moeten we warmen met onze adem. Oh ja, dat is wel een goed idee, anders wordt hij nog koud. Kom wat dichterbij, maar wel op 1,5 meter natuurlijk, hè? Oh ja, ik voel jouw adem al hier. En ik ruik hem ook trouwens. Ach, kom op, nou, laten we nou eens ophouden met ruzie maken. Ik hoorde er net trouwens 3 herders zingen dat hier een vredevorst geboren was. Zou ze dat het kindje daarmee bedoelen, denk je? Ja, dat weet ik wel zeker. Jozef en Maria hadden het daar ook al over. Hoe bijzonder dat kindje zou zijn zodra het geboren was. Dat had een engel aan Maria verteld. Nou, dat zal wel zo zijn dan. Laten we het kindje dan maar goed warm houden, dat is belangrijk. Ja, dat is goed. En weet je, ik had nooit gedacht dat wij nog wel eens vrienden konden worden. Nou, ik ook niet. En zo kwam er toch nog vrede op aarde en in de stal.